Welkom bij de persconferentie waarin de teams voor het WK turnen in Tokio bekend worden gemaakt. Sporters welkom, vanzelfsprekend. De coaches welkom, maar ook andere relaties, de pers en ouders van de kinderen die hier ook aanwezig zullen zijn. Het programma ziet er als volgt uit. Ad zal dadelijk als Roskamp, als postelmanager, zal de middag openen. Die zal uitleggen de weg naar Tokio. Vervolgens is er een mogelijkheid om plenaire vragen te stellen en daarna ook om individuele vragen aan de sporters en coaches te stellen. Welkom, ik ben Papendal namens de KNU. Ik hou het vandaag even kort, want de coaches die kunnen de meest interessante vragen voor u vertellen. Ik ga zo even kort de namen oplezen van de mensen die nu in de sporters die nu in de selectie zitten. Ik leg even kort toe waarom dat er bij de heren 10 zijn. Dames, bestaat de selectie zoals ik net al even zei uit 7 dames die zijn geselecteerd. Die 7 dames die zullen straks ook in het vliegtuig zitten naar Japan. Dat zijn Ike Wevers, Wayomi Marcela, Yvette Mosga, Celine van Gerwen, Joy Goedkoop, Marie Strijken en Tess Mone. Bij de heren hebben we nog 10 dames. 10 turners, omdat we te maken hebben met een aantal gelukkig inmiddels wat lichte blessures die goed herstellende zijn. Maar nou, we moeten nog even goed kijken hoe die blessures zich ontwikkelen. En doordat er wat blessures zijn, hebben we ook niet iedereen aan de voorbereidende wedstrijden en de eventuele trainingstest deel kunnen nemen. Daar komen er nog een aantal van en die willen we dus nog gebruiken om zeg maar, de uiteindelijke optimale selectie samen te stellen. Nou, hoe staan we er nu voor? Dat is natuurlijk een klein beetje koffiedik kijken, maar we hopen de komende wedstrijd al, en in ieder geval de WK, op sprong in ieder geval een hogere moeilijkheid te tonen. Op rug hebben we een betere stabiliteit, maar ook daar hebben we een hogere D-score. De balk is altijd lastig, want het verrekte ding is maar 10 centimeter breed, dus dat weet je nooit helemaal precies. En op vloer zijn we wat ons betreft heel erg gegroeid in de presentatie en hebben we getracht om onze top 8 plek te consolideren. Dan nog twee belangrijke positieve punten ten opzichte van een jaar geleden. Is dat de dames fitter en sterker zijn dan voorheen. En dat het begeleidingsteam gaandeweg de tijden, gaandeweg de trajecten, steeds sterker op elkaar in raakt gespeeld. Wat uiteraard weer het voordeel is van de sporters. Nou, aanstaande weekend dan hebben wij dus een interland tegen Spanje en tegen België. Voor ons heel belangrijk om die wedstrijd te winnen, want dat zijn echte concurrenten voor ons. En we zullen dat ook doen aan de hand van het format zoals die op de WK ligt. Dus dat we gaan starten op vloer. We zullen verder proberen trachten om alles zoveel mogelijk te laten lijken op hoe het er tijdens de WK ook aan toe gaat. Op 23 september, dat is volgende week vrijdag, dan stappen wij in een vliegtuig naar Japan. Voor een laatste voorbereidende stage van een week. Deze stage heeft in ieder geval twee hele belangrijke doelstellingen. De ene is de jetlag kwijt te raken, maar als het goed is hebben we daar dus geen last van. En de andere is vooral ook om aan de nieuwe toestellen voor ons te wennen. Dan de wedstrijd. Op 8 oktober hebben wij onze wedstrijd. Wij zijn ingelopen om te starten op vloer aan het einde van de dag. Op 9 oktober aan het einde van de dag weten we dan of de doelstelling is behaald. Wij willen ons kwalificeren voor het test-event, dat betekent top 16. Maar uiteraard, gezien onze overall doelstelling en we willen Olympisch Spelen halen met het team, is onze ambitie om de top 12 te halen. Goedemiddag. Actually, good evening. Japan is 7 hours ahead of our time, so it's 9 o'clock. And I calculated we need a 5 points improvement to finish in top 12. This is again based on the last year's score. And I think we can do a lot better than last year. And looking back the whole year, we had some injuries, but most guys are pretty much back in good shape. And unlike women's team, we haven't selected the top 7 yet. We are still going through the selection process and going through trainings and competitions. And definitely we have to decide before we leave for Japan. But anyway, I'm very optimistic about finishing at least in top 16. Hopefully a little higher. And in order to do that, we still have a lot of hard training and smart training to do.
And I'm really looking forward to working with those athletes with the help of great two coaches of the Netherlands. Zo, deel 2 van deze middag, dat is de persconferentie, de eerste jeugdpersconferentie van de KNVB. Edwin, hoe ga je om met spanning tijdens de wedstrijd? Heb je er zelf ook wel last van? Soms wel, hè? Ik heb er natuurlijk al van het begin ook wel soms last van, maar af en toe had ik er nog vaak wel last van. Nu heb ik er eigenlijk wel profijt van. Want ik heb ook die spanning wel een beetje nodig om goed te kunnen presteren. Dat geeft me altijd wel wat extra energie. En ja, hoe ik ervoor zorg dat het me niet in de weg zit, is door eigenlijk altijd aan positieve dingen te denken. Dus ik denk bijvoorbeeld altijd aan een oefening die ik dan zo meteen moet doen. En dan ga ik in mijn hoofd al een beetje nadenken hoe ik hem perfect ga draaien. En dan ga ik vooral niet denken van dat ik hem misschien wel afval, maar gewoon dat het allemaal goed gaat. En op die manier geef ik een beetje rust en dan krijg ik altijd wel een goed gevoel. Je hebt een vraag voor Sally. Is het op de zijn zoals je had verwacht? Nou ja, als je eraan begint, dan weet je niet wat je ervan moet verwachten. Eigenlijk, toen ik begon, was ik 8 jaar. En je begint met 3 keer trainen in de week en inmiddels is het 10 keer. Eigenlijk hoor je erin, dus ja, ik zou ook niet weten hoe het anders is. Ik heb ook krullen, maar hoe zorg je ervoor bij een wedstrijd dat je haar altijd zo goed strak blijft zitten? Ja, Nou, heel eerlijk gezegd heb ik pas krullen gekregen toen ik 14 werd. Dus ik heb ook heel lang eraan moeten wennen en ik heb heel veel geprobeerd. Allemaal cremmetjes en haarlak en dat soort dingetjes. Maar eigenlijk is de beste truc om gewoon een strak elastiekje te hebben en een beetje haarlak inspuiten en dan clipjes en dan zit het goed. Die heeft een vraag voor Gerben, de trainer. Doen jullie altijd dezelfde warm-up of verschillen op de wedstrijd? Als we met een team voorbereiding bezig zijn, dan hebben we een team warm-up. En dat is een heel groot verhaal eigenlijk. Want dat is, je moet helemaal instuderen. Daar hebben we speciaal een coach voor die warm-up aanleert. Die bestaat uit allemaal verschillende delen. Want de presentatie is daarbij ook heel erg belangrijk. Alleen het laatste deeltje, dat verschilt heel vaak. Dat hangt er namelijk vanaf op welk toestel je begint. En meestal krijgen ze dan 5 minuten de ruimte om hun voor te bereiden op dat specifieke toestel waar ze de wedstrijd op moeten starten. Nog een vraag aan Juri. Ja. Ten eerste knap dat je terug bent. En
Op welke manier kan jij je het beste concentreren voor een wedstrijd? Ja, de beste manier waarop ik me concentreer is eigenlijk gewoon... Dat begint eigenlijk al een beetje vooraf in de training eigenlijk bij mij. En laat zeggen, als ik gewoon weet dat ik heel erg sterk ben, dan neem ik dat mee en naar de wedstrijd. Dus dan ben ik eigenlijk al heel erg kalm. En eigenlijk wel een beetje, zoals Epke net ook zei, van oké, voordat ze aan de ring hangt, speel ik ook al de oefening in mijn hoofd af. En inderdaad denk je dan aan de goede dingen van oké, zo ga ik het doen, zo ga ik het doen. En ja, daar zit dan een bepaalde spanning bij, wat ik eigenlijk altijd wel kan omzetten in de resultaten. Maar dat begint eigenlijk, wat voor mij het belangrijkste is, in de training. Als ik daar al goed sterk ben, dan weet ik gewoon dat ik het kan. En zo ga ik dan de wedstrijd in. Het hoeft niet natuurlijk een superlang verhaal te zijn van vier kantjes. Dan moet je zelf maar kijken. Als je niet helemaal uitkomt, laat je ouders me dan een beetje helpen. Maar jullie moeten het schrijven. En dan mail je het naar de Gelderland. En dan, zoals je net... die zal dat tegen jullie zeggen wanneer het ongeveer gaat verschijnen. Want het moet nog even voorbereid worden voor de website. Nou, ik denk dat we aan het eind zijn gekomen van deze persconferentie. En jullie krijgen nog van Jeanette een aandenken. Ja, weet je wel. Succes. Nou, dat was het. Dank voor jullie aanwezigheid en tot de volgende keer.